Ik ben Jos Lutterman. Ik ben initiatiefnemer van Lunchmaatjes. En we staan vandaag voor Kindercampus Molenpark. De eerste school waar wij zijn begonnen en eigenlijk al 3 jaar actief zijn met elke dag een gezonde lunch. Ben Tjeerd Nuijen, werk bij Albron, heb eigenlijk een duo-functie. Werk aan de ene kant op de inkoopafdeling en aan de andere kant ondersteun ik het project Lunchmaatjes. Lunchmaatjes past heel goed bij Albron. Waarom? Omdat wij in het verleden natuurlijk vanuit de armoedeproblematiek zijn ontstaan. En we hiermee terugkeren naar onze heritage. We gaan armoedeproblemen op scholen en het Utrechtse oplossen. Ik ben Isis van Nune. Ik ben waarnemend schoolleider op Kindercampus Molenpark. We hebben Lunchmaatjes nu 3 jaar hier op school. We zijn eerst begonnen met een pilot tot de herfstvakantie. En daarna zijn we het voort gaan zetten omdat we er zo enthousiast over waren. Een paar jaar geleden wilde ik wat anders gaan doen en ik kwam erachter dat op scholen steeds ongezonder wordt gegeten. 1 op de 7 kinderen leeft tegenwoordig in armoede. 1 op de 3 kinderen, hier in Utrecht en sommige wijken, heeft al overgewicht. Er wordt gewoon niet goed en niet gezond gegeten. En daar wilde ik wat aan doen. En daarom hebben we de zelfsmeerlunch bedacht en die komen we elke dag hier op school serveren. We krijgen op dit moment hele fijne hulp van Albron. De belangrijkste die we sinds kort hebben, is dat we gebruik kunnen maken van een hele grote keuken. En daardoor kunnen we nu veel meer lunches klaarmaken op veel meer scholen. En daarnaast denkt Albron met ons mee in onze communicatie, onze strategie en hoe we ons doel kunnen bereiken, namelijk alle basisscholen in Utrecht luncharmoedevrij. Naast dat de lunch heel gezond en heel erg lekker is, zien we ook veel voordeel in het sociale aspect. Het is heel leuk als je ziet hoe de kinderen samen langs het buffet lopen. Ik vind het leukste aan Lunchmaatjes dat je samen met je klasgenoten je brood kan smeren en dat het eten ook gezond is. In de toekomst hopen we in heel Utrecht en later ook in heel Nederland te kunnen gaan zorgen dat alle kinderen lekker en gezond kunnen eten op school.